als je heel lang met zo'n kunstwerk dag in dag uit bezig bent, stilaan begin je het karakter van iemand te kennen. We staan natuurlijk voor het retabel van het Lam Gods. Dat is niet alleen een van de topwerken van onze collectie in de kathedraal, maar werkelijk ook werelderfgoed. Het heeft een heel bewogen geschiedenis gekend, met diefstallen, met verplaatsingen. Het is een van de grootste retabels van de Vlaamse primitieven die bewaard zijn gebleven hier bij ons. Het is ook het grootste werk van Van Eyck dat ons bewaard is gebleven. Het is ook een werk met een zeer grote religieuze betekenis. Al die facetten komen samen in dat retabel dat hier bij ons staat en dat aanleiding geeft tot heel veel wetenschappelijke publicaties die bladzijde na bladzijde toch de geheimen van het Lam Gods ontsluieren. In 2010 heeft het kerkbestuur aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel gevraagd om een onderzoek te doen naar de bewaartoestand van het retabel. Dat is de aanleiding geweest voor het begin van een grootse restauratiecampagne. Tijdens de eerste fase van de restauratie stonden we voor grote verrassingen. Want toen bleek dat onder de vele vernislagen, de vergeelde vernislagen die op het retabel zaten, die op de panelen zaten, dat daaronder overschilderingen zaten uit de 16e eeuw. Dat die eigenlijk voor een groot stuk het werk van Jan van Eyck bedekten. Een andere ontdekking was dat de lijsten van het gesloten drieluik, dat daar een prachtige originele polychromie op zat. En wat nog veel belangrijker is, is dat het opschrift dat daarop staat, dus het zogenaamde kwatrijn, dus waarin sprake is van Hubert en Jan van Eyck, dat bleek origineel te zijn. Op het kwatrijn staat eigenlijk dat Hubert, de grootste schilder aller tijden, die het werk begonnen is en dat zijn broer Jan het afgewerkt heeft. En dat het geheel gepresenteerd is in 1432. Van andere gegevens weten we dat Hubert, die broer, dat hij gestorven is in 1426. Dus 6 jaar voordat het altaarstuk gepresenteerd werd. We staan voor een soort mysterie. Was Hubert een schakel daartussen of was Hubert, ja, die een even goed oog dan Jan van Eyck of niet? Ik ben dag in dag uit met millimeterwerk bezig. We werken daar dus met een heel team aan. Hè. Al die mensen van dat team die documenteren dat ook. We overleggen, we spreken allerlei dingen. Maar er is dus heel veel materiaal dat geregistreerd wordt tijdens zo'n restauratie. Dat is één aspect. Een tweede aspect is dat er ook nog andere wetenschappers zijn die onderzoek komen doen. Bijvoorbeeld de mensen van de Universiteit van Antwerpen. Die zijn opnames komen maken. Men kan bijvoorbeeld echt een visueel beeld maken van bijvoorbeeld waar koper zit. Koper zit in groen, het groene pigment. Dus men kan bijvoorbeeld een beeld maken van waar er groen zit in het Lam Gods. Wij gebruiken die informatie tijdens de restauratie om ons werk te kunnen doen. Maar omdat dit zo'n complex werk is en omdat het zo groot is en omdat er zoveel vragen rond zijn, hebben we dus daarna, na de restauratie, het werk nog verder gezet en al die gegevens verder onderzocht. En daarmee zijn we dan nog tot nieuwe bevindingen gekomen. Een van de grote ontdekkingen was dat er iets onder de fontein zit. Daar wisten we eigenlijk al dat die fontein in de eerste plaats waarschijnlijk niet voorzien was, omdat daar groen onder zat. Tijdens de restauratie hebben wij gezien dat dat niet gewoon één laag groen is, maar dat er verschillende lagen groen onder zitten, tot eigenlijk al een afwerkingslaag. En nu hebben we ontdekt dat daar iets anders eerst was. En wat wij denken is dat daar oorspronkelijk een heel eenvoudige, natuurlijke bron geschilderd was. Maar het merkwaardige is aan dat grasveld dat dat geschilderd is nadat de figuren die rond de fontein knielen, of een aantal figuren, al geschilderd zijn. Dat is niet logisch. Men zou eerst het grasveld schilderen en dan pas de figuren. En bovendien zijn bij die figuren die dicht rond de fontein knielen, daar zijn een aantal koppen die duidelijk toch op een andere manier geschilderd zijn. Om het eenvoudig te zeggen, minder realistisch geschilderd zijn. En als je de stilistische elementen vergelijkt, dan kan je toch duidelijk zeggen dat dat een andere schilder is. Een andere schilder die dus blijkbaar geschilderd heeft voor Jan van Eyck, dat kan alleen maar Hubert van Eyck zijn. Dus vandaar dat er een aantal koppen daar aan Hubert toegeschreven mogen worden. Maar het grootste deel van wat je nu ziet is Jan van Eyck. Wij denken eigenlijk dat Hubert de ondertekening gemaakt heeft, al een heel stuk uit beginnen werken in verf, maar dat hij op een bepaald moment het werk moeten stilleggen heeft.
Jan heeft het dan verder afgewerkt, maar hij heeft nog een aantal kopjes van zijn broer uitgespaard en heeft voor de rest alles heel erg verder uitgewerkt. C'est avec une immense fierté que je découvre avec vous les révélations tout à fait étonnantes sur le polyptyque de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Het restauratieproject van het Lamgods is een prachtvoorbeeld van een brede samenwerking. Het werd opgestart door de kerkfabriek van Sint-Bijfs, gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Fonds Baye Latour en uitgevoerd door het GIEK, een expertisecentrum van het federaal wetenschapsbeleid. Ze krijgen de steun van partners zoals de Universiteit van Gent, van Antwerpen, het Fonds Giske Strijbis, een internationale commissie van experts en veel anderen. De restauratie zelf kan door alle liefhebbers worden gevolgd in het Gens Museum voor Schone Kunsten. Ce travail de restauration, de plus de milliers d'heures, est un réel cadeau pour tous les amateurs d'art du monde entier. L'agneau mystique est en effet une pièce maîtresse du patrimoine mondial et sa restauration a permis de révéler plus encore la beauté saisissante du travail de Van Eyck. Je vous conseille donc vivement de visiter le site web Closer to Van Eyck. Vous pourrez y admirer l'ensemble du retable et zoomer sur les moindres détails. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous rendre dans l'église Saint-Bavon pour regarder en vrai ce magnifique trésor. Ten slotte, wil ik ook alle partners in dit succesverhaal danken wiens vertrouwen in het KIEK al rijkelijk werd beloond. Dank u allemaal.